Of het slim is, dat weet ik niet. Maar het zou wel heel dik zijn. Hallo, Picobello BV. Oh, goedemiddag, kom binnen joh. Waar is het probleem? Ik zie het al. Hé? Dat is terug. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video. En ik ga even beginnen met sorry, want gisteren heb ik geen video geüpload. Maar dat kwam omdat ik heel druk was met het voorbereiden voor de clip van wat is er gebeurd. Want ik ga de 19e de clip schieten samen met Jarsinho. En ik moest heel veel regelen, ik moest ook nog editen. En ik dacht van ja, kijk, ik kan nu wel gaan vloggen, maar jullie vinden het waarschijnlijk ook niet leuk. Want ik heb die dag echt niks interessants gedaan wat ik kon filmen. Ik heb alleen maar achter mijn laptop gezeten, geëdit en daarna allemaal dingen uitgezocht voor mijn videoclip. Bij deze, sorry, maar vandaag ga ik gewoon weer lekker vloggen en ga ik jullie gewoon weer lekker meenemen, jongens. Ik ga even deze bidon vullen en dan ga ik de auto in, want ik ga weer eventjes lekker sporten bij Hidden. Want ik moet er natuurlijk wel een beetje strak uitzien als ik die videoclip heb, zo. Dus ik moet even, ik ga deze week wel even een beetje normaal doen en niet te veel vieze dingen eten. In de hoop dat mijn kaaklijn weer even wat strakker wordt. Ik ga de auto in en dan let's go naar Haarlem om te sporten. Oh shit, ik moet weer tanken. Boeijandori, ik moet weer tanken. Joris die heeft nu sinds een tijdje ook een auto. En die heeft zeg maar deze, dus de 1-serie. Maar dan echt het nieuwe model, volgens mij 2021 of zo. Maar dat ziet er zo dik uit, jongens. Die nieuwe 1-serie, dat interieur, dat is hetzelfde interieur als wat Stefan ook heeft in die 3-serie. Gewoon volgens mij dat vanaf 2019 of 2020 dat de BMW een nieuw interieur heeft. Maar als ik dat dan zie, dan denk ik toch, ik zei gisteren ook tegen Ruben, dan zie ik dat en dan denk ik van ja. Ik zei het gisteren ook al tegen Ruben, dat bijvoorbeeld stel ik zou deze auto verkopen en ik koop een nieuwere BMW. Maar dan ga ik dus zeg maar, ga ik zeg maar vooruit op de, op zeg maar hoe hij eruit ziet en het interieur. Maar ik ga dan wel achteruit op de motor, want ik kan zeg maar niet, ik ga niet nu zeg maar de nieuwste BMW kopen, bijvoorbeeld van deze. En dan ook nog eens weer de 1.35 of de, volgens mij is die nu de 1.40 of de M1.40. Want dat wordt allemaal een beetje prijzig. Maar ik vind die binnenkant van die nieuwe BMW zo vet. Kijk, ik ben ook nog steeds heel erg blij met deze binnenkant. Maar dan heb je zeg maar, is dit allemaal digitaal, is dit zeg maar Apple CarPlay heel groot. De middenconsole is dan heel anders, ziet er wel allemaal vet uit. En weet je wat ik ook heel lijf vind, bij Mercedes heeft het ook heel veel dat je bijvoorbeeld ledlampjes zo hieronder hebt. Weet je wel, dat vind ik ook altijd vet. Maar goed, ik heb sowieso niks te klagen en ik ben nog steeds hartstikke blij met mijn eigen auto. Maar zoals jullie weten ben ik gewoon zo fan van alle auto's eigenlijk. Ruben zei het gisteren ook al. We stonden gisteren op de bus te wachten en toen reden allemaal auto's langs. Ik zei zo, oh dat is ook wel een dikke auto. Oh dat is ook wel een mooie auto. Zo Ruben ook, dat is echt zo van, jij vindt alles mooi en jij weet ook gewoon echt niet wat je wil qua auto's. En dat is ook zo. De ene keer zeg ik wil heel graag een Porsche GT3 later. De andere keer zeg ik wil Ferrari. Jongens, ik moet eigenlijk gewoon zoveel geld verdienen dat ik gewoon een 10 auto, net als een GTA, zo'n 10 car garage heb. En dan gewoon helemaal vol stouwen met auto's. Dat is eigenlijk gewoon mijn droom. Of het slim is, dat weet ik niet. Maar het zou wel heel dik zijn. Ik ben op tijd. Doe rustig. Goed zo. Hallo. Tijd om het pompen? Ja, zeker. Goed zo. Het is tijd om weer de krachtpatser te gaan uithangen. Ik ga vandaag even lekker samen met Hidden trainen. Dus dat wordt pittig. Zie hier. Krachtpatser Hidden. We zijn vandaag lekker met z'n tweeën aan het pompen. Kijk nou even. Potjandori. Oké, 15 hè, slappen. 15? 15. Net lukt het niet hè. Ai. Nou kom dan. Ben je aan het dansen? 1. 2. 3. 4. 5. Oh. Zo, maat. Gooi me gewoon op mijn tilt. Boeit mij niet. Hey. Wat doe jij? Weer niks, hè? Ik loop weer de gym uit. En jullie weten wat ik dan altijd zeg, jongens. Het zit er weer op. We hebben lekker getraind. En ik heb niet net gesproken en die heeft straks een afspraak in Amsterdam. Dus ik ga nu even langs mijn pa. Ga ik daar even een broodje eten. En dan komt Nick vanmiddag naar mij toe, want dan gaan we eventjes mijn schilderij ophangen. En ik ga eventjes dingetjes kopen bij de bouwmarkt, zodat ik mijn Sonos in de hoeken kan ophangen, jongens. En ik moet vandaag echt die doos die in de gang staat, moet ik vandaag echt opruimen, anders wordt Ruben boos. Dus dat moet ik ook even gaan doen. Jongens, ik ben vandaag weer blij. Het is lekker weer, dus ik zit er weer goed in. En ik heb lekker gesport, dus dat helpt ook wel even lekker mee.
Heerlijk dagje weer. Daar zijn we jongens, bij de bouwmarkt. Ik ga eventjes spulletjes halen, want het hangt natuurlijk niet vanzelf opeens op de muur. Dus even kijken, voordat ik naar binnen ga moet ik wel even weten wat ik nodig heb. Nou, hier heb je ook allemaal boren en zo, maar als het goed is neemt Niek zijn boor mee. Dus dat hoef ik niet mee te nemen. Wel schroeven en plugjes. Hey, ja? Ik sta nu in de bouwmarkt. Wat heb ik nou precies nodig? Jij hebt... Ja. Je hebt plug? Die dingen al gehaald waar je... beugels, heb je die beugels al? Nee. Oké, eigenlijk moet je eerst beugeltjes hebben, want dan weet je hoe dik de schroeven zijn die daarin kunnen. Oh, oké. Dan moet ik even zoeken waar ik die beugeltjes kan kopen. Ja. Oké, dus dan moet ik eigenlijk daarna naar de bouwmarkt. Want ik denk dat als je die beugels hebt, dat die beugeltjes wel geleverd worden met schroeven. Ah, zo. Maar dan moet ik wel plugjes hebben. Ja, maar pluggen zijn ook in 100 verschillende maten. Dus eigenlijk sta ik hier voor saus? Je staat er voor saus, want je moet eerst de beugeltjes hebben. Oké, ik heb eventjes gevraagd wat ongeveer een beetje een gemiddelde maat is voor betonmuren. Dat is dit. Dus voor de zekerheid neem ik deze mee. Ik heb ook dubbelzijdig tape gekocht, want dat was ik even vergeten. Maar ik moet natuurlijk ook het schilderij ophangen. Dus daar is dit perfect voor. Want dat, ja, ik dacht eerst we gaan het boren en dan het schilderij ophangen. Maar het is niet zo zwaar, dus dat kunnen we gewoon met dit doen. En ik heb een middelmatige... Ja, hij zei dat dit is ongeveer een middelmatige maat die bijna overal wel inpast. Dus we gaan het zien. En nu moet ik op zoek naar de Sonos beugels zelf. En ik heb geen idee waar je dat kan halen. Dus ik ga even op zoektocht. Goed nieuws. Ik heb een setje gevonden voor de Sonos One. Dus dat ik hem kan ophangen. Alleen ze zijn nergens in Amsterdam op voorraad. Dus ik ben nu aan het rijden richting Hillegom. En daar hebben ze wel een setje op voorraad. Dus dat is top jongens. Dus als het goed is heb ik dan alles. Want Niek die heeft een boor mee. Ik heb pluggen en schroeven. En dat, misschien zit er bij dat setje van straks ook schroeven. Dus dan gaan we zomaar even lekker kloten en het proberen op te hangen, jongens. Ik ben eerlijk gezegd, ben ik daar nooit echt heel goed in dat soort dingen zelf doen. Maar moet wel goed komen. Ik denk dat Niek daar ook wel een beetje verstand van heeft. Dus we gaan het gewoon proberen, jongens. En misschien is het ook wel even goed. Oh, kijk eens eventjes, jongens. Mijn grote vriend en mijn andere grote vriend. Mijn dakraam. De Sonos beugels heb ik nu. Alleen, ik heb nu alleen nog maar langere kabels nodig. Aangezien ik zeg maar, normaal zitten de kabels bij van ongeveer een meter. En hij moet in de zij, helemaal in de hoek, op het plafond. Bij het plafond. Dus ik denk dat ik wel iets van kabels van 3 meter of zo nodig heb. Dus zijn even aan het checken of ze die hebben. En anders moet ik dat ergens anders gaan halen. Maar deze zijn gelukkig binnen. Boah, jongens, wat een tocht, hé. Ik ben dus bij Expert geweest daar. En daar hadden ze dus die kabels en die beugels. Maar ze hadden maar één kabel. Want toen heeft die gast bij Expert een ander bedrijf gebeld hier in echt op 5 minuten loopafstand. Of hij ook nog zo'n kabel had. Had die, kwam ik daar aan. Maar het was net, zeg maar, net iets te lang, waardoor die zeg maar niet in het beugeltje past. Maar goed, ik heb sowieso die andere kabel gratis gekregen. Dus dat is sowieso heel aardig. Dus we hebben er sowieso één en dan moet ik morgen gewoon even eentje bestellen. Want je kan ze wel gewoon overal bestellen, maar ik wil het dan gewoon nu hebben, weet je wel. Dus dan heb ik geen zin om te wachten, maar goed. Het is niet anders. Eventjes geduld en dan heb ik morgen die andere kabel. Ik ben weer thuis, maar het is nu echt tijd om dit eventjes allemaal weg te gaan brengen. Stoelen moeten naar beneden, kratje moeten we inleveren en dit moet ook naar het vuilnis. Dus ja, laat ik dat maar even gaan doen. Dit is al... een stuk beter, jongens. Kijk eens even, jongens. De woonkamer is alweer helemaal mooi verlicht door het lage middagzonnetje. Potjandorie, wat is hier lekker. Hé, en trouwens, bij die... kijk, bij deze houdertjes zitten al schroeven en de plugjes. Dus dat is top, jongens. Dan weten we sowieso dat we de goede hebben. Nice! Daar zou je de klusjesman hebben. Hi. Hallo, Picobello BV. Ah, oh, goedemiddag. Kom binnen, joh. Waar is het probleem? Ik zie het al. De hele wachtkamer eruit. Wat een zootje. Ja. Dit zijn hele dunne wandjes, daar heb je helemaal niks aan. Dan gaan we even wat regelen voor jou, meneer. Gaat u zitten, heeft u koffie? Wil je een bakkie? Ja hoor, geen probleem. Oh jongens, daar gaan we. We gaan dus daar een box op hangen. En daar. Je hebt 2 beugels. Ja. Top. Ja. Waarom denk je al dat ik jou gelijk ga slaan? Nee, ik wil hem mijn camera overpakken. Nee, nee, zo. Ja, omdat jij toch... Ik vind jou toch een beetje eng. Gewoon even knipperen. Hey, hoe is het nou? Ja, goed. Hoe is het nou? Hey. Gaat goed. Ja, gaat goed. Ja, gaat goed. Gaat goed. Ja, gaat goed. We gaan beginnen, jongens. En ik zei net dat we te korte kabels hadden. Maar eigenlijk is het perfect. Gewoon zo helemaal strak langs de kant. Ja. En dan daar in die hoek. Dit is echt top. Gewoon zoiets? Ja, denk ik wel. En dan moeten we zo'n dingetje erin boren, jongens. Ik denk serieus dat het echt heel... Ik denk serieus dat het echt heel dik gaat worden, jongens. Het gaat ook veel beter klinken natuurlijk. Dus dat wordt top. Een rechtkoel
Oké, okay, dan gaan we. Ik ga boren. Dus dat wordt leuk. We zien het wel vandaag. En zorg dat je een recht gat maakt in de muur. Dus dat je deze goed in. Hoe heet het? Dat ging makkelijk. Ja, blijkbaar. Dus en nu terug doen, toch? Ja, dat is terug. Waarom gaat u nu benzine dan? Ja, gewoon door. We hebben de verkeerde boor, jongens. We hadden eigenlijk een betonboor moeten hebben en dit is een steenboor. Maar het lust soort van. Oké. Okay, ja, dat gaat goed hoor. We hebben dus het schilderij opgehangen. Bram is er trouwens ook gezellig bij. Hey. Zoals een onderbuurjongen, maar we hebben het schilderij opgehangen, maar volgens mij hangt hij dus. Nou, ja. Nou, op beeld valt mee. Gelukkig, als de kijkers maar denken dat het goed is gegaan. Ja. Nee, we hebben hem dus met tape dus gedaan en met een waterpas en zo, maar volgens mij hangt hij dus alsnog een beetje naar links. Oh, maar goed, oké. Okay. Dit moeten we laten gaan. Moet je dat loslaten? Ik vind hem ook eigenlijk gewoon te klein. Ja, het is ik vind hem leuk. Ik vind hem leuk. Ja. Het is sowieso opvulling nu. Opvulling? Opvulling, is toch mooi? Een cadeau opvulling? Een schilderij is toch altijd opvulling? Een schilderij is ook opvulling. Nee jongens, het ziet er goed uit zo. Sorry. En ik ga straks eventjes richting huis, want dan ga ik even de betonboor ophalen bij mijn pa. Mijn pa heeft dus wel een betonboor en Nick heeft van die loser apparatuur. Hé, hey, maar hoe laat wil je naar de film dan, maat? Want het is al 7:50. Jij moet nog naar Haarlem, dat is 40 minuten op en neer. Dan ga je daar nog even kletsen met je moeder en je vadertje. Een theetje drinken en voordat de film begint is het ook weer 8 uur. Dan moet je nu gaan. Naar welke film? Ik had gekeken. Wacht, kijk. Nick en ik willen vanavond ook naar de film. Dus Hoe ver ben je met The Last of Us? Aflevering 5. Ah, kak. Want ik wil daar maar gaan beginnen. Wat is er gebeurd met... Oké, okay, het is tijd om richting Haarlem te gaan, want ik ga eventjes de boor ophalen bij mijn pa thuis. Dus we gaan eventjes heen en weer. En hij heeft mij overgehaald om mee te rijden. Yes. Maar in de auto kan je misschien wel een thumbnail van maken dan. Dan rij ik wel. Wanneer heb je hem nodig, de thumbnail? Kan ook morgen. Oké, dan doen we het morgen. Oké, jij zei altijd over mijn auto dat die vies is. Oh ja, maar als die schoon is valt het niet op, snap je? Er ligt één flesje. Hij is helemaal afgezogen. Ja. Heb je vandaag gedaan? Nee. Wanneer dan? Echt wel denk ik nu weer een paar weken geleden. Zo. Ik ga niet drinken vandaag, man. Jij? Nee, ik ook niet. Gast, het is maandag. Nou, ik dacht, zeg het maar gewoon even. We gaan zo lekker naar de film. Ik weet niet, man. Jawel. Je gaat gewoon mee naar de film. Je hebt net gezegd, ik ga mee, dus je gaat gewoon mee. Dag! Dit ziet eruit als een betonboor, jongens. Dit is top. Wat voor boor ziet eruit? Gewoon een boormachine met een schroefding, een boording erop. Boordje van 6 mm, heb je dat? Dit is een kommetje. Ja. Nou, Finn. Zijn we aan het lezen gamen? Dit is wel echt, dit hebben we nodig. Oké. Okay. Weet je nou hoe die werkt? Ja. Ik vind het is 11 uur, we gaan nu niet nog boren. De hele gebouw gaat wakker liggen. Wacht even. Finn, ga je het echt nog doen? Finn, je vindt het helemaal eng, hè? Ja, wel recht, hè? Het is niet recht. Het ging fucking makkelijk. Kijk. Hier. Nou, wat Finn, goed. Dit is echt top, ja. Hè? Nou, nu de andere kant nog. Kijk hem trots zijn. Kijk eens eventjes jongens, de eerste die hangt al. Hij hangt niet helemaal stabiel moet ik zeggen. Want we hadden een klein rekenfoutje gemaakt. Dus, nou trouwens, het hangt wel goed eigenlijk. Hangt goed. Ja. Die hangt perfect. Nou, nu nog deze nog. Dan zijn we klaar. Hey. Waar is die andere schroef? Zo, hij hangt. De hoofd is juist goed. En daar ook. Zo, we hadden bijna een nieuwe tafel nodig. Maar die hangt ook jongens, helemaal top. Kijk eens even jongens, hij hangt. Doe eens normaal, hey. Jongens, de boksen hangen nu in de hoeken en het klinkt zoveel beter. Tijd om een lekker champagne over te trekken. Het klinkt echt serieus 5 keer beter. Veel beter, ja. Ja, het is klein. Het is nog een beetje lelijk, zeg maar, qua die kabel, maar dan gaan we gewoon zo'n groot kabelgoot maken. En daar hebben we dus wel uiteindelijk die lange dinges gebruikt.
Kijk, hier heb ik wel gewoon die witte lange kabel, dus het kwam beter uit. Dus eigenlijk is het helemaal perfect. Nou jongens, Niek en ik hebben lekker gewerkt vandaag. Dus weet je wat wij hebben verdiend? Wij gaan naar de film! Je hebt alleen die boxopgang vandaag. Dat noem je dat je lekker... Nou, alleen die boxopgang. Ik heb fucking lang in die winkel gestaan. Ik ben denk ik serieus van 2 uur tot en met nu bezig geweest met die boxen. Ja. Ja, ik wil gewoon doen alsof ik hier niet ben. Ik schaam me gewoon een beetje dat we het zo amateuristisch hebben gedaan dat het ook nog eens gefilmd is. Als het niet gefilmd is, dan weet je wel, had ik uiteindelijk gewoon gezegd, ja, ik heb die boxopgang gisteren. Dit hoor je eigenlijk hoor je dit binnen 5 minuten te hebben gedaan. Als je het gewoon... Je hebt die beugeltjes online besteld, de kabeltjes online besteld. Ja, maar zo werkt het niet. Maar ik vertelde laatst ook in de vlog, ik ben niet georganiseerd en gestructureerd. Als je iets moet leren, dan moet je eerst... Kan je het ook eerst fout doen, dan... Daarom, ik vind dat we het serieus goed hebben gedaan met z'n tweeën. Nou, jongens, wij gaan naar de film. Gezellig. Dat hebben we verdiend. We zijn nu aangekomen bij de Pathé. En wij lopen een zaal in, met zeg maar waar de film ook draaide, met dezelfde naam. En we lopen binnen en we horen iedereen al een beetje zo... En we denken, hé, de film is echt al lang begonnen. Dus wij vragen achter ons... Yo, is deze film al lang bezig? Ja man, al een half uur of zo. Zaten in de verkeerde zaal. Ja, hier zit het wel goed. Dit is een goede zaal. Zo jongens, wij waren dus net bij de film. De film heette Plane. Alleen het was een soort van leuke film, maar een hele slechte film tegelijk. Het was echt afgezaagd en heel veel dingen klopten op een gegeven moment niet. Dat er dan opeens een telefoon was, zeg maar al dat soort kleine dingetjes. Maar misschien dat omdat Niek en ik ook acteur zijn, dat we daar allemaal op gaan letten. Maar het was wel gewoon een spannende film, dus het was gezellig. Niek is alweer lekker naar huis en ik ga lekker mijn bedje in. Dus dames en heren, jongens en meisjes, dankjewel voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie morgen om 6 uur gewoon weer bij een nieuwe. Later!